Goedemiddag. U kijkt naar de allereerste uitzending van Studio Utrecht Oost. Mijn naam is Hans Elsendoorn. Ik ben actief als voorzitter van Podium Oost. Paar maanden geleden, precies te zijn in maart, zijn wij met een aantal enthousiaste vrijwilligers uit de wijk gaan nadenken over het ontwikkelen van Studio Utrecht Oost. Dat had natuurlijk te maken met de coronasituatie, waarin wij hier in Podium Oost zaten met een dichte deur. En wij toch probeerden om de wijkgenoten een venster op de wijk te geven. En vandaar dat wij denken dat dat met Studio Oost beter voor elkaar zou kunnen komen. Utrecht Oost wordt geheel door vrijwilligers gedraaid. We zijn op dit moment nog met een klein clubje. We zouden dat clubje heel graag verder uitbreiden. Met talenten op het gebied van redactie, op het gebied van techniek, maar ook op het gebied van presentatie. Dus wie denkt het op mijn stoel beter te doen dan ik, die moet zich vooral melden. U zult dus regelmatig uitzendingen van Podium Oost kunnen zien. De eerstvolgende die u kunt zien is op 4 oktober. Dan presenteert het Platform Oost zich voor het eerst. En daar kunt u dus live naar kijken. Houd daarvoor onze website in de gaten van Podium Oost. En dan kunt u zien hoe u daarin kunt inloggen. Genoeg voor dit moment. De huishoudelijke mededelingen achter de rug. En naar het hoofdgerecht van vanmiddag. Naast mij zit Martin de Vries. Martin de Vries, welkom. Martin de Vries zou u kunnen kennen van het doen van boodschappen. Want die doet u ook regelmatig in de wijk. Nou, nu iets minder de laatste tijd. Maar dat komt ook door wat er aan de hand is in de wereld. Dat kan ik me voorstellen. Het zijn ook kleine Albert Heintjes. Zeker. U zou Martin de Vries ook eigenlijk heel veel beter kunnen kennen. Als de man achter Van Cote en de Bie. Jarenlang vaste medewerker. Ja. En je zou kunnen zeggen eindregisseur? Nou, eindregisseur, editor, maar later ook wel producer. Zo moet je het een beetje zien. Maar ik heb wel, ik werk nog steeds met ze trouwens. Want we maken nog elk jaar een bijzondere uitzending voor de Boekenweek. Maar inmiddels werk ik al ruim 30 jaar met ze, ja klopt. En nog veel meer activiteiten. Hè? Je hebt ook Nostalgienet samen met anderen opgericht. Ja, klopt, ja. Is nu inmiddels, heet het Ons. Het heet Ons, het is verkocht. Het is verkocht, maar heel veel activiteiten vanuit Hilversum, zonder gezicht daarbij, maar wel actief. En sinds zeer kort ook als bioscoop, filmer. Filmmaker, ja. Filmmaker actief. Ja. Daar kijken we vanmiddag naar, Camino. Een bioscoopverslag van zijn voettocht naar Santiago de Compostela. En ik denk dat ik kan zeggen, Martin, dat dat een toevallig ontstaande bioscoopfilm is geworden. Ja, dat klopt. Want het was helemaal niet de bedoeling daar een film van te maken. Ik ben gaan lopen, omdat ik net 60 was geworden. Het is alweer een paar jaar geleden. Ik ben 60 geworden, de kinderen de deur uit, wat meer tijd met werk. Ik denk, ik wil mijn hoofd dus leegmaken en eens kijken hoe ik ervoor sta. Niet zozeer fysiek, maar meer mentaal. Daarom heb ik die tocht uitgekozen, de tocht naar Santiago. En voordat ik vertrok eigenlijk, een paar dagen dacht ik, ja, het is misschien wel raar als ik niet wat ga draaien met een camera. Want ik heb mijn hele leven in de media gewerkt, in de film- en televisiewereld. Dus op het laatste moment heb ik nog een GoPro'tje, dat is zo'n klein cameraatje gekocht. En ik ben gewoon heel intuïtief, eigenlijk zonder enig plan, ben ik elke dag iets gaan draaien en meer van, ja, hoe voel ik me, wat zie ik, wat beleef ik. En zo heb ik die 70 dagen, want zo lang heeft die tocht geduurd, ben ik dat gaan doen. Die tocht was verder geweldig, zou ik iedereen willen aanraden. Het is heerlijk om eens 2-3 maanden alleen te zijn en zo'n prachtige tocht te lopen. Je hebt hem ongetraind gedaan. Ik heb hem ook ongetraind gedaan. Nou, ik heb wel een paar keer met wat vrienden hier gelopen, maar eigenlijk, ik had niet zonder noemenswaardige voorbereiding.
Maar ik dacht ook van, ja, je hebt tijd zat om daar te trainen. Dus ik zie wel hoe het gaat. En misschien was het ook een beetje hoogmoed, want dat zie je ook in de film. Ik wilde niet op vooruit lopen, maar je ziet wel dat ik na een week of twee helemaal instort. En dat het toch het fysiek niet helemaal... maar goed, ik ben er ook weer bovenop gekomen. Die ervaring was, daar schiet er gewoon superlatieve tekort. Maar ik had natuurlijk dat filmmateriaal. En pas na een maand of twee, drie, toen ik weer thuis was, ben ik dat materiaal gaan bekijken. En dat was voor mij, dat integreerde me heel erg. Want, was het voldoende materiaal? Nou, het was helemaal niet zoveel materiaal. Maar ik zag wel, in dat materiaal, zag ik langzaam zo'n verandering van zo'n loper ontstaan. Ik zeg ook loper, een wandelaar, omdat ik me steeds eigenlijk minder met mezelf identificeerde, maar meer met een wandelaar. En ik zag die wandelaar door allerlei processen gaan. Eigenlijk is hij de eerste dagen is hij heel enthousiast en een beetje ook nog zenuwachtig. En wat is het allemaal prachtig. Maar na verloop van tijd wordt hij letterlijk en figuurlijk wordt hij toch stiller. En gaat meer in de dynamiek van het lopen zitten. En meer in, ja, eigenlijk deze film gaat eigenlijk alleen maar over, ja, hoe is het om 2-3 maanden te lopen. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Er gebeurt eigenlijk heel weinig, maar toch ook weer heel veel. En dat zag ik in dat materiaal. Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken, naar een paar bevriende producenten gegaan. Toen heb ik gezegd, ja, wat vinden jullie daarvan? En ja, die waren enthousiast. En zo is uiteindelijk deze film tot stand gekomen. Was je, toen je voor het eerst zag, klaar, ook spannend of je hem afliep? Ja, dat is zeker. Want het is natuurlijk ook een slow movie op een of andere manier. Maar ik heb voor de première, hij is geselecteerd in prestigieus filmfestival. Het was een enorme verrassing. Daarna Rotterdam? In Rotterdam. Daarna is hij in 35 theaters in première gegaan. Dus dat was krankzinnig. Helemaal uit de hand gelopen. En ik heb natuurlijk heel veel Q&A's, question and answers, ja, gedaan. En ja, ik was natuurlijk de eerste paar keer heel erg nerveus. Wat vindt iedereen ervan? Maar ja, er is een heel groot wandelpubliek in Nederland, trouwens in de rest van de wereld. Dus er zaten misschien niet altijd cinefielen in de filmtheaters, maar ook heel veel liefhebbers en wandelaars. Ja. Dus vandaar dat ik heb niet zoveel kritische noten op mijn film gehad. Maar die had ik zelf wel, hoor. Dus dat was helemaal niet erg. Nou, in ieder geval, ik heb hem even mogen zien, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik heb op het puntje van mijn stoel gezeten, tot aan het eind, mag ik wel zeggen. En misschien dat u dat ook gaat doen, als u nu gaat kijken. Want wat mij betreft, veel plezier met Camino. Ja, het is wel gek. Ik zet nu mijn eerste stappen op deze tocht, de Camino. Ik ben net de kathedraal uitgelopen naar de mis. En ja, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik loop nu al verkeerd, denk ik. Ik weet nog niet precies waar ik heen ga. Ik hoop dat ik goed ga. Nou ja, Buen Camino, zeg ik dan ook tegen mezelf.
Ja, daar loop ik dan. De eerste dag van Le Puy. Ik heb net heel leuk met die twee meiden achter me gesproken. Dat zijn twee Parijzenaars die 2 weken samen willen lachen omdat ze elkaar weinig zien. Dat is ook een hele goede reden om te lopen. Ik weet eigenlijk nog steeds niet waarom ik loop. Misschien ga ik dat de komende maanden uitvinden, misschien ook niet. Het is wel fantastisch mooi hier, dus dat laat ik nu even zien. Dit is, heb ik gehoord, een wat makkelijke dag, want de eerste 2 dagen waren zwaar. Zeker gisteren was toch een hele zware dag. Nu is het een lange dag. En ik ga zelfs ruim 30 kilometer lopen. Ik ben om 7:45 vertrokken. Prachtig alleen. En het is adembenemend. Ik weet niet welke woorden ik hiervoor moet gebruiken. Het is voortdurend verandering. En er gaan ook duizenden gedachten door je heen. Maar er zijn ook heel veel momenten dat het echt helemaal in die stilte is. Ja, het ziet eruit. Dat zie ik nu. Ik ben vanmorgen vroeg vertrokken. Om 7:00. Het is koud. Terwijl het eigenlijk 27, 28 graden zou moeten zijn. Maar dat is het niet. Ik loop helemaal in de middel of nowhere. Ja, top op de wereld sta ik hier. Helemaal in de wind. Jezus Christus, vrienden. Ja, mooi die schaduw, hoor. Jezus, jongens, wat een dorp weer. Waar je allemaal terechtkomt. Kijk, hier. Daar is er al. Volgens mij heb ik, moet ik daarheen. Ik tel wel even leeg. Ja, het is heel apart. Ik ga een beetje tegen mezelf praten.
Dat deed ik gisteren al, maar dat deed ik vandaag ook. Ik ga gewoon gesprekken met mezelf aan. Dat is wel heel vreemd, maar op een of andere manier voelt het wel vertrouwd. Ik zit gewoon hardop te praten en dingen te bespreken. En ja, over van alles en nog wat. Ik zat ook even te kijken naar wat loop ik nou eigenlijk. En mijn liefste Lydia had opgestuurd de quote van een zenmeester. Every journey over 1000 miles starts with a single step. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik ben nu al op, toch plotseling al op dag 9. En ik zie dat ik zo gemiddeld 40.000 stappen per dag loop. Dus dan heb ik al 360.000 stappen gelopen. Het is heel wat, als je dat zo bekijkt. En nog even over het fysiek. Ja, goddank is die ingegroeide teennagel. Die is over. En ik heb wel het gevoel dat de knie ook wat beter gaat. Ik moet gewoon echt, als ik echt veel omlaag ga, veel pauzes nemen. Je wordt vanzelf sterker. En dat heb ik vandaag wel, op dag 10. Ik weet nu zeker dat trainen totaal niet nodig is voor zo'n... Te trainen doe je hier. Je moet hooguit je schoenen inlopen. Voor de rest niet doen. Heb je alle tijd hiervoor. Prachtig hier weer. Kijk. Het is wel een pad langs de weg, maar... En die schaduw die je steeds maar voor je uitloopt. Nu weer die verpletterende stilte. Ja, niks is zo veranderlijk als een mens. Nou, niks is zo veranderlijk als, Martin. Want de moraal is, was vanmorgen top, maar die is nu een paar uur later een stuk minder. Ik loop voor het eerst ook door een stedelijk gebied. Heel scherp naar beneden. Daar ben ik net geweest, heb ik even uitgerust. Kon ook niks vinden om te kopen of om te lunchen. Terwijl dat altijd lukt. En nu weer meteen heel erg scherp omhoog. En zo lekker als ik liep vanmorgen, zo moeilijk gaat het nu weer. Dus dat is ook weer een les om absoluut niet opeens te bedenken van het gaat nu echt. Want het komt, het is steeds toch weer anders. Ik wou nog iets zeggen, maar de begraafplaats weer. Daar ben ik al meerdere keer geweest. En natuurlijk... Weer de kerk. Nou, dan ga ik weer een kaarsje aansteken. Even lekker liggen. Ik ben niet zo ver meer van Fijac, waar ik heen ga. Even niet goed. Ik heb nog geen blaren gehad. Er is wel eentje die aan het staan is. Kijk, hier zit wat. Misschien valt het mee. Maar ja, goed. Maakt allemaal niet zoveel uit. Het is natuurlijk lekker even hier uitrusten. En even ogen dicht. Even ontspannen. Is het wel lekker hoor. Ja. Wat ook wel leuk is. Dat ik... Ik krijg steeds meer oog voor detail, wat er ook allemaal langs de weg groeit. Die haalt er echt wel heel veel uit hoor. Soms staat er plotseling een pruimenboom met abrikoos tussen, het is echt te gek.
Heel veel kruinen natuurlijk, mint. Ruikt ook heel veel. Bramen pluk je overal vandaan. En dat is wel geestig. Hier ook weer, maar dat is net te oud. Follow the road. Het is heel makkelijk. Die schaduw, die volgt me niet. Die loopt vooruit steeds. Net weer die auto. Maar goed, het is er maar één af en toe. Ik zal hem maar even voorbij laten rijden. Even stilstaan. Het is toch een van de zwaarste dagen. Het kan zo verschillen met de moraal. Maar het is heel heet vandaag. 35 graden. Het is denk ik bijna 30 kilometer. En het venijn zit hem toch altijd weer in de staart. Alles doet hem werkelijk zeer. En ik heb al heel wat water op. Ik denk al 3 liter. Het zijn ook die kuttige kleine steentjes die dan steeds met het afdalen een beetje dwars zitten. Ik loop niet met stokken vandaag, wel met de brace. Maar het is echt alleen maar lopen. Nu. En verder niks. Zo'n lange schaduw heb ik nog niet gehad. Oh, wat een pracht hier. Eindeloze paden. Eindeloos. Vandaag. Het is al heet. En het is pas net 9 uur geweest. Ik denk 9:30. Dus... Goddank af en toe een beetje schaduw, maar prachtig kronkelige weggetjes en richting Kouwer. Waarom deze weg is aangelegd is mijn komen raadsel. Want ik loop er al 2 uur overheen, zonder 1 auto te zijn tegengekomen. Maar goed, dat kan ook allemaal in Frankrijk. Ik wou nog even ook wat delen over een van de kleine hoogtepuntjes van de dag. Mijn eigen ritueel. En dat is poepen in de natuur. Dat vind ik echt heerlijk. Daar neem ik ook ruimschoots de tijd voor. Ik heb het net gedaan. Dan ga ik natuurlijk ergens rustig zitten. Ik trek alles uit. En ik ga heerlijk in mijn blote kont zitten poepen. Niks lekkerder dan dat. En vervolgens alles weer opfrissen. Netjes aankleden. En ik vervolg mijn weg. Klein hoogtepuntje van de dag.
Ik loop inmiddels in een heel dun zijde broekje. Ja, ik heb het gisteren ook gezegd, maar het is nog heter vandaag. Het is zo bloedheet dat ik ben nog niet op het punt 5 kilometer naar Cahors. Ik heb nog meer dan 5 kilometer. Als je 5 kilometer ziet, dan weet je dat het nog een hele eind is, maar dat je het gaat halen. Alles wat boven die 5 kilometer is, dat is af en toe. Dan denk je, mijn god, ik red het niet. Het gaat ook weer iets omhoog. Dat had ik ook niet op het kaartje gezien. Moet ik dan meteen weer loslaten. Ik heb wel net vers water kunnen vullen. Goddank, ook een beetje koud. Je drinkt liters, liters, liters. Goed, doorzetten. Het is pas een uur of twee, dus daarom zo heet. Het is weer zo'n chapel waar er onvoorstelbaar veel van zijn. En onderweg, nou, dat staat allemaal in het Frans, hoe of wat. Ik ga eens even kijken binnen. Het is een hele kleine. En er wordt heel veel zoemende bijen of wespen. Bijen, denk ik. Ik zie ze niet, maar ik hoor ze wel. Nee, zie ik niet staan. Wel allemaal dingen die geschreven zijn. Kunstwerk. Prachtig. Goed, on my way. Niemand hoor. Helemaal niemand. Echt niet. Oh, Jezus. Mooi. Gaat wel. Le moral est très bien aujourd'hui. Gaat goed. Daarheen. Ik denk wat een raar belletje, maar dan komt de fiets uit. Bonjour. Dit is de eerste persoon die ik tegenkom vandaag. En die wandelt niet, maar die fietst. Man. Ja, het is woensdag. En de lichtelijke euforie van de afgelopen twee weken heeft toch wel plaats gemaakt voor iets meer down to earth. Ik heb, ondanks het feit dat ik me conditioneel heel erg goed voel, heb ik sinds maandag, dus nu een dag of drie, heel veel last gekregen van mijn linkerknie. Dus de meniscus, vooral aan de buitenkant. En dat drukt enorm op het gewricht als ik daal. Dus
Ik moet absoluut goed naar mezelf luisteren. En toch het een en ander aanpassen wil ik door kunnen. Dat is mij wel helder. Die routes die ik de eerste 14 dagen heb gedaan, zeker met het warme weer, die zijn gewoon te veel. Ik loop nu naar Mozak. Het gaat. Het was gisteren heel erg. Toen dacht ik echt, zat ik er helemaal doorheen. Ik had heel duidelijk gevoel wat er ook gebeurt. Ik ga daar in Santiago komen. Maar gisteren was dat heel ver weg. Toen dacht ik, ik kan gewoon niet door zo. Ik heb ijs op mijn knie gedaan. Ik heb rust genomen. En vanmorgen was het eigenlijk ook niet echt meteen heel goed. Blaffende hond. Maar het gaat. Het gaat nu weer. Ik loop naar beneden. Iets open. Nou, iets meer zo. En dan drukt er iets meer op de binnenkant. In plaats van op de buitenkant. Dus ik hoop dat dat helpt. Nou. Het is ook voor het eerst geen zon. Nog niet gehad eigenlijk. Dus dat is ook apart. Het is bewolkt. Dat is niet zo erg om te lopen. Het is best warm, maar niet zo warm als de afgelopen 5 dagen. Het was natuurlijk ook bloedheet en dat heeft denk ik ook veel energie gekost. Het is een dag van echt miracles. It's the road of miracles. Het was niet goed gisteren. De pijn in de meniscus heeft ervoor gezorgd dat ik toch ben gaan compenseren. Dus ik had gisteren enorm veel pijn in de kuitspier en in de scheenbierspier. En ik dacht gisteravond echt van, dit gaat niet lukken. Dit houdt op. En ik denk voor morgen, ik kijk wel waar ik strand en dan zien we wel weer verder. En toen realiseerde ik me na een minuut of 10 lopen, potverdomme, ik heb mijn hoed niet op. Ik had die hoed op een tafel, op een andere tafel neergelegd in de chambre d'hôte. En gewoon vergeten, ook door het gezeur met mijn... Met mijn fysiek. Op dat moment lag er voor mij iets op straat. Nou, wat er op straat lag, dat heb ik nu op. Deze gewaanzinnige pet. Ik heb een heel groot hoofd. Die mij perfect past. Vervolgens loop ik door. Een minuut of 40. Komt er een auto langs rijden. Terwijl we net langs de weg lopen. En wie stapt daaruit? De oude man van de chambre d'hôte. Bijna 80 jaar oud. Die natuurlijk ontdekt had dat ik de hoed was vergeten. En die heeft mijn hoed teruggebracht. Nou, ik heb de man omhelst. Ik kon het niet droog houden. Ik denk, Jezus Christus, what's happening here? De man van de chambre d'hôte heeft mijn hoed teruggebracht. Maar het was nog niet over. Want toen ging ik koffie drinken met 2 oudere dames. Ik weet niet meer waar vandaan. Uit Lyon, volgens mij. Uit Lyon. En ik vertelde over dat ik zoveel problemen had. En toen zei zij, ik heb iets heel speciaals bij me. En toen kwamen er 2 flesjes uit haar tas. Een flesje olie. En een flesje heel erg geconcentreerde kamferfolieolie. Nou, dat moest ik met elkaar mengen. Dat heeft ze me op mijn hand gegeven. En dat heb ik op mijn been gesmeerd. En ik moet je zeggen, ik weet niet of het misschien door die olie komt of door alle andere dingen van vandaag. Alle pijn die verdween als sneeuw van de zon.
Dus het is echt een amazing day. Ik heb het nummer van Coldplay niet bij me, waar ik zoveel van hou. Maar ik had het hier wel eventjes keihard willen draaien. Want het is een amazing day en voor mij een beetje een turning point. Het is ongelooflijk wat er op deze route allemaal gebeurt. Ja, dit kan het ook zijn natuurlijk. Dit is de eerste dag dat het regent. En het regent hard. Dus ik zie er vandaag volkomen anders uit. Dit is volgens mij maar één dag. Volgende week wordt het weer bloedheet. Maar een rainy day. En het wil zeggen dat het meteen slippery is. Glad is. Dus met... mijn afgelopen week heel erg voorzichtig lopen. Goed kijken. Want het is allemaal broos. Het gaat, maar het is broos. Dus uitglijden mag niet gebeuren. Ja, de 23e dag... dat ik loop. En het is een mooie dag, want daar zijn de Pyreneeën. Dus ik kom dichterbij, bij de grens. Nou ja, ik ga kijken hoe we richting Spanje, hoe het dan verder gaat. Ik denk dat het in Spanje heel anders gaat worden. Dan komen al die wegen samen. Dan zal ik ook waarschijnlijk Nederlanders gaan treffen die ik nog steeds niet heb gezien. En niemand niet. Ze zijn er gewoon niet. Maar goed, ik ben er. Vanavond zit ik in een Gîte Chapelle de Ogeline. Dus voor het eerst ga ik in een kerk slapen. Heel apart. Ik ga er nu in. Prachtige, mooie oude kerk. Hele mooie vloer. Oude stoelen. En er zijn hier zijn slaapkamers. Of dus een kamer met... Hier. 6 bedden. Ook weer dat glas en lood. En hier de ongelofelijke eetzaal. Ja, dat was natuurlijk uniek. Hele goede sfeer, atmosfeer. Daar in die kerk, prachtige muziek. Diner in de grote kerkzaal. En daarvoor al een aantal keren dwars door het Armagnac-gebied. Waar ik ook uitermate boeiende slaapplekken heb gevonden. Eentje bij een Armagnac-boer in the middle of nowhere. Waar ik mee heb gegeten. En alles vies en stoffig. Maar wel de ene Armagnac naar de andere. En zo gaat het maar door. Je wordt overal zo liefdevol ontvangen. Het is werkelijk elke keer weer een verrassing. En als je denkt dat je op de verkeerde plek bent, blijkt het altijd weer de goede plek te zijn. James from Australia loopt voor me. Hier. And we're just walking together. Dus vandaag is een korte etappe.
We hebben maar... Oh, nou wordt het... een beetje lastig. Je ziet. Oké. Het is niet lekker om natte voeten te krijgen. Het is een hele aparte sfeer in dit bos te lopen. Het is toch wel heel wat anders dan de onvoorstelbare hitte van vorige week. Dus vandaar ook de gehele aanpassing dat ik veel eerder begin. Vroeger, soms om 6 uur al. Prachtig om dan ook de zonsopgang te zien. En dan ben je om 2 uur, uiterlijk 2:30, ben je op plaats van bestemming. Nou, heerlijk relaxen, uurtje slapen, lezen, wat andere dingen doen. En 's avonds diner, kletsen over van alles. Over de Camino natuurlijk. You start as a hiker and you come back as a pilgrim. Het is een community, dat merk ik. Ik loop met heel veel mensen die al meerdere keren hebben gelopen stukken. Het is een way of life, dat merk ik wel. De Poort Saint-Jacques. Dit is hem. Een tussentijds hoogtepunt. Saint-Jean-Pied-du-Port. 750 kilometer gelopen. En meteen zijn er veel meer pelgrims. Dat heb ik allemaal nog helemaal niet gezien. Alles komt hier samen. Alle routes. Ook heel veel mensen starten hier. Dus het ziet er hier heel anders uit. Ja, dit is de dag van Saint-Pied-du-Port naar Roncesvalles. Het is heel druk, maar dat blijft niet zo. Ik heb gehoord dat er 500 mensen vannacht daar waren. Dus het is werkelijk volkomen anders dan de eerste maand. Ik ben zo blij dat ik in Le Puy ben begonnen. En die prachtige ervaring heb. Het dunt uit, heb ik van iedereen gehoord. Dus het zal wel meevallen. Over de 1000 meter nu. Het is makkelijk. Tot nu toe. Ja, het is wonderschoon waar ik loop. De etappe naar Roncesvalles. Ik ben bijna bij de Spaanse grens. Maar ik heb net heel slecht bericht gekregen van een hele dierbare vriend. Die al ziek was, maar die net te horen heeft gekregen. Dat er geen genezing meer mogelijk is, dus het is toch heel raar hier lopende in deze enorme schoonheid tussen de schapen en de Pyreneeën hier en dan dat bericht te ontvangen. Potverdorie. Het
komt wel binnen. Ja, ik heb besloten om de rest van de dag toch alleen te lopen. Het zijn niet heel veel mensen. Maar ik heb me een beetje laten terugzakken. Net op een rustig punt. Dat is beter vandaag. Het is toch heel stil. Eigenlijk. Nog 100 meter naar de top. En hier is de grens. 1, 2, 3. Spanje. Er staan plotseling twee paarden op het pad. Ongelooflijk. Bijna in Roncesvalles. De eerste dag in Spanje. Het was zwaar. Toch. Het altijd aan het eind. Het is heet nu. Nog even. En dan aan het bier. Even een hele steile klim omhoog. Maar dan krijg je ook alweer wat voor terug. Ja. En eventjes alleen. Daar kom ik vandaan. Pamplona. Dit is even een steile klim naar 700 meter hoogte. Hier staan ze met gele pijlen aangegeven. Even kijken of ik de mensenmassa kan pakken een beetje. Nou, niet echt. Het is me even wat rustiger. Ja, dit is wat er nu aan de hand is. Kijk. Het is een volkomen gek huis hier. Er zijn wel veel dagjes mensen bij. Maar ongelooflijk veel mensen op de weg. Overal sta ik op de top van 700 meter hier. Sorry. Ja. Oh my gosh, you're carrying that. Ja, het is niet alleen mijn Camino, dat is duidelijk. Het is iedereens Camino. Maar wellicht neem ik een hele goede beslissing door de Camino del Norte te gaan lopen. Die is veel rustiger. Dat zal vergelijkbaar zijn met de afgelopen maand in Frankrijk. En ook heel mooi. En ik hou ontzettend van de zee. Dus ik ga daar een prachtige tocht lopen. Het is wel een hele bijzondere tocht tot nu toe, hoor. En dat lopen in het moment, dat heb je op het moment dat je erin loopt natuurlijk niet in de gaten, maar dat is toch een heerlijk iets. Het is,
Het is gewoon, je loopt. En ja, het is ik snap nu echt waarom dit zo ongelooflijk verslavend kan werken. Het is niet uit te leggen bezigheid. Je voelt ook helemaal. Je voelt het niet meer. Ik voel helemaal niks meer. Ja, ik voel natuurlijk wel als ik een klim pak, maar ik ben echt al die problemen die ik in het begin had met moe zijn en die spieren ben ik helemaal kwijt. Het gaat me fysiek heel erg gemakkelijk af. Maar ik ga niet meer zeggen dat ik beersterk ben, want dat heeft me de vorige keer heel erg tegengezeten. Die hoogmoed, die laat ik achterwege. Het is een unieke ervaring in het dieper in jezelf zakken. De keuze is niet verkeerd geweest om dit te gaan doen. Die laagvlaktes in Spanje zijn prachtig. En de dorpen schitterend. Ja, moet kijken. Hier sta ik. Er staat een bankje. Een bankje, dat zal ik laten zien. Er staat hier een bankje. Het is gevaarlijk. Hier. Kijk. Een val en je bent er geweest, echt waar. Ik moet voorzichtig naar het bankje toe. Dit is de Camino del Norte. Ja, ik ben nu een stukje weg van de zee. En het is een heel steil pad omhoog. Door een weliswaar prachtig bos. Dit gaat een kilometer of 10 door. Dat heb ik gezien op de kaart. Hoe is de moraal vandaag? Nou, die is wel goed. Ik ben gewend aan mijn nieuwe route. En de variëteit is in ieder geval ook heel groot. Gisteren langs zee. En nu, ja, de zee is hier geen veld of wegen te zien. Of te horen. Het is een pad door een bos. Aparte bomen. Ik weet niet wat voor bomen het zijn. Wordt hier iets vlakker. Mooi. Stil. In die stilte lopen is prettig. Vannacht in een heerlijk hotel geslapen. Met airco, alles erom en aan. 30 euro. Fantastisch gegeten, 's middags om 4 uur. Dat was even goed. Ja, die alberges. Die zijn toch heel anders dan in Frankrijk. De ruimtes zijn veel groter. Dus het zijn slaapzalen. En ze zitten ook vol met die bedbugs. Punaise de lit. In het Nederlands bedwansen. Het zijn hele vervelende beestjes. Minuscule beestjes die je steken. Waar je vaak pas een dag later last van krijgt. Maar het is heel erg jeukerig. Je hebt er zeker een week last van. En dan trekt het wat weg. Ik heb nu van de Frances nog steeds
van één alberge daar last. Dus dat is ook de reden waarom ik een beetje die alberges laat liggen. Morgenavond wel naar een van de beroemdste hier. In Gurmes. Maar dat is later. We zijn nu hier. En het is mooi. Het is echt heel steil. Tegen de helling op. Ja, oh. Nou, valt niet mee. En... maar dat is natuurlijk onverantwoordelijk om hier te filmen. Dat heb ik nog steeds niet afgeleerd. Die dingen. Jongens. Ik kom toch door. Je moet het ook echt alleen maar lopen hoor. Just walking. Ja. Even kijken waar je... goed hem neerzet. Kijk. En nu staan we aan de andere kant. Ik weet niet of dit pad zo gaat of zo. Oeh. Het is me wat dit. Ja, dit lijkt misschien niet stijl. Maar het is het wel hoor. En dit is dan waar ik zo ga lopen. Weer een volkomen leeg stroom. Dat hoor ik toch, maar het is een soort blub van het water. Nou, ik ga dan even door. Ik zit niet ver van de kust hoor. Het is soms niet voor te stellen als je in die bossen loopt, vlak erlangs. Maar plotseling één kronkel naar rechts en je hebt weer uitzicht over zee. Ik denk niet hier, want dan hoor je hem meestal een beetje aanzwellen. Ja, een prachtig pad dit. Mooi hoor. Voor de zaterdagochtend. Het is natuurlijk wel ongelooflijk dat je ongetraind zomaar 1600 kilometer loopt. In ruim 60 dagen. Maar... dat is eigenlijk helemaal niet het probleem. Wat zijn dan wel de problemen? Nou, dat je wel heel vaak afvraagt wat je in godsnaam aan het doen bent.
meteen weer een hindernis. Ja, dat kan ik niet over. Ik kan niet mijn schoenen uitleggen. Hoe? Dat is even onduidelijk hoe dat moet. Oh, shit. Het zakt helemaal weg. Want het loopt helemaal door, zie je? Dat had ik al gedacht. Kijk. Oh. Ik moet daarheen. Ja. Ik ga het redden. Ik ben er, maar nu zijn mijn voeten nog zonder zand. Ik denk dat ik mijn schoenen toch ook maar weer aantrek. Ja. Toch mis. Dan hoop ik wel dat ik daar omhoog kan. Ik geloof het wel, maar ik kan het nog niet goed zien. Ja. Blijft wel mooi. Ik voel me nou een beetje Robinson Crusoe. Aangespoeld op een onbewoond eiland. Ja, ik moet terug. En je ziet het hier op mijn telefoon. Blauw is waar ik loop. Dus je ziet dat ik het halve strand terug heb moeten lopen. Maar kijk, daar is het pad. Ik ben natuurlijk 60 dagen geleden niet echt gestart met een specifieke vraag. Er zijn natuurlijk wel achterliggende zaken waarom ik eens eventjes alleen wou zijn. En ook deze tocht zou willen maken, omdat ik van tevoren dacht dat zo lang lopen je wellicht antwoorden geeft zonder dat er misschien vragen zijn.
Een van de dingen waarom ik denk ik ook ben gaan lopen is om wat meer vertrouwen te krijgen in het laatste stuk van mijn leven. Mijn moeder is 89, dus dan zou je denken dat is nog lang niet aan de orde. Maar gezien zoveel zieke vrienden en inmiddels overleden vrienden, ex-vriendinnen ook, is het leven toch wel wat kwetsbaarder vanaf je 60ste. Ik heb wel wat vertrouwen opgedaan hier de afgelopen 60 dagen. Niet alleen dat ik het aan kan. Ik wist wel van tevoren dat ik, mits er niet echt een heel groot probleem zou ontstaan, wat halverwege, of tenminste na 2 weken even leek, dat ik dit zou vervolmaken. En daar zit... Daar zit het ook helemaal niet. Ik loop nu. Het is flying. Het is... Het lopen, die spieren zijn... Die spieren bij die knieën... Die zijn wellicht zo sterk geworden. Dat die meniscus helemaal geen last meer heeft. Vertrouwen, maar... Ook natuurlijk de demonen van vroeger. En dat zijn toch ook de angstdemonen. Ja, angst waarvoor is dan meteen de vraag. Ja, dat is een... Dat is een, iets wat eigenlijk niet te omschrijven is. Dat is niet angst voor de dood of angst voor het leven. Dat is een totaal angst. Die ik altijd een beetje met me mee heb gedragen. Mijn hele leven. En die probeer ik natuurlijk te attackeren. En daar probeer ik... En die probeer ik ook te verdoven. Vandaar ook. Ik ken mezelf. Vandaar ook mijn addictische gewoontes. Heel verslavingsgevoelig. Altijd geweest. Oh, ja. Kijk, hier heb ik geen angst meer voor. Maar ik moet wel blijven opletten. Maar het is ook iets om de dingen niet... Oh, Jezus, jongens. Wat verdorie. Waar loop ik nou weer? Het is... Kijk, is dit nou een pad? Ik heb niet het idee dat dit een pad is. Nou ja. Kijk, die angst en die gevoelens, en die wil ik verdoven. Vandaar ook dat sociale alcoholisme van mij. Nou ja, sociaal. Kijk, buiten het feit dat ik het heel erg lekker vind. Komt het minder hard naar binnen. En daar heb ik natuurlijk wel veel over nagedacht. Ja, kijk. In ieder geval over nagedacht hoe dat werkt, de mechanismes. Kijk, ik ben, denk ik zelf,
Mijn god, wat nu weer. Ik hoop niet dat het een valkuil is. Ja. Ik moet toch door. Nu. Au. En dat is ook met prikkels. En allemaal. En nog meer prikkels. Oh, 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 oh. Gewoon een hek. Nou ja, dat is lastig, want met een rugzak, die blijft hangen. Zie je? Oh. Jezus. Wacht even. Ik kan hem omhoog doen. Deze omlaag. Ik ga het één keer proberen. Dan moet ik zo laag mogelijk hier zitten. Maar dan zit mijn schoen vast aan de prikkel daar. En nu moet ik omhoog, maar het gaat niet. Dan zit ik ook vast. Oh mijn god. Dit is helemaal in de verrommeling. Ik zit vast, ik kan geen kant meer op. Dit zit ook vast. Nou, ik zou zeggen tot ziens. Het is natuurlijk wel heel kolderiek dit. Ik zit net te vertellen waarom ik eigenlijk loop. En ja, misschien loop ik wel hierom. Ja. Maar terug kan wel. Dus ik ben nu terug. Maar nu zit ik hier weer vast. Oh god jongens. Ook los. De rugzak. Nou is de hoed weer vast. Kijk. Pet, gevonden pet. Nou, ik nog. Oké. Ja. Ja, los. Ik ben er. Nou, dat was een, ik zou zeggen, een redelijke consternatie. Ik zie weer een hek. Ik denk dat ik hier omhoog ga. Waar was ik? Ja, bij vooral ook. Even kijken hoe ik goed ga. Ja. Ja, daar moet ik die brug moet ik hebben. Daar moet ik overheen. Vooral ook om mezelf onder de loep te nemen. Ik kan heel goed andere mensen onder de loep nemen trouwens, hoor. Tot vervelens toe. Ik zie het snel. Het is geen ego. Ik voel het snel. Ik zie het niet snel, ik voel het snel. Ik voel snel waar het ligt. Of waar het zit. Die sensitiviteit had ik al heel vroeg. Het is niks spiritueels. Dat had ik als klein kind al. Dus daar maak ik ook dankbaar gebruik van. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mezelf. Vandaar ook dit lopen. Hier kan je je gewoon niet verschuilen. Er valt hier niks te verschuilen. Waarachter? Ik ben in mijn eentje. Ik loop. Gedachten komen op. Die gaan, ze komen terug, ze komen weer terug. Angsten komen, niet voor het lopen. Ik ben helemaal niet bang voor het lopen. Ik ben ook helemaal niet bang langs die kliffen. Oh, dan heb ik ook bloed volgens mij. Oh, nou, ik weet het niet. Misschien meer voor die mind. En dit lopen, dat heeft mij enorm geholpen om meer grounded te zijn, meer in dat moment te zijn. Tuurlijk mag ik die herinneringen hebben, mag ik aan vroeger denken, tuurlijk, dat is helemaal het probleem niet. Maar als je continu maar net eentje vooruit je schaduw wil lopen, daarom was het ook zo goed dat ik in de eerste weken
zoveel die schaduw voor me had. Ik denk, ja, maar dat is precies waar mijn valkuilen liggen. Om niet te genieten van het moment, maar alweer in het volgende moment te zijn. En dan mis je een hoop. Ja, dan mis je een hoop. En nou ben ik echt van de zee weg. Ik zie ook donkere wolken. En regen. Je ziet daar regen voor. Komt er wel allemaal uit nu. Kijk, naarmate het eind vordert, en het vordert nu, dat geeft ook allerlei verschillende gevoelens weer. Oh, goddank. Het is afgelopen tot een zekere weemoed van potverdorie. Ik wil eigenlijk nog wel door. Ik ben nog niet klaar. Maar ik, hoe je het ook went of keert, het wordt stiller. Om me heen en in mezelf. Dat is gewoon echt duidelijk. Al die overwhelming van de eerste weken, die is weg. Het is prachtig hoor, het landschap, maar het werkt heel anders op me in. Nu. Ik loop. Het is ook meer sober. Het is eigenlijk van alles ontdaan. Het zou heel zwaar worden vandaag, maar mooi boom. Koeien. En een lichaam. Wat loopt. Ik vind het echt heel mooi licht vanmorgen. Ik weet het niet. Misschien ligt het aan mijn zintuigelijke status vandaag. Het is dat hele strakke, scherpe contouren, contrasten, wat het zo mooi maakt. Er zit geen rommel in de lucht. Je gaat ook wel. Ja, je gaat ook wel anders kijken. Over kijken gesproken. De man die mij heeft leren kijken, dat is onbetwist documentairemaker Hans Keller geweest. Ik heb zoveel documentaires met hem gemaakt. En die liet mij echt zien wat een beeld is, een image, een shot, een opname. En die liet ook de kracht daarvan zien. Wat dat met je doet.
En zeker ook als het wat langer staat. Dus als ik het moment had om het weg te snijden, dan zei Hans, laat het nog maar 5 seconden langer staan. Totdat het bijna begint te vervelen. En als je denkt, het is nu wel helemaal klaar, dan laat je het nog 2 seconden langer staan. En hij probeerde daar iets mee uit te drukken, wat ik toen nog niet begreep. Maar toen ik inmiddels 10 documentaires met hem had gemaakt, toen begreep ik dat beter. Toen zag ik dat ook wat de kracht is van een beeld. En wat dat met je doet en wat je er allemaal in gaat zien. En ik merk dat ik van zijn werk en van zijn opmerkingen, dat ik daar toch ook veel van geleerd heb. Dat ik dat nu ook tot me neem. En dat ik daar nu ook baat bij heb. Ik zie echt prachtige dingen in schijnbaar nietszeggende beelden. Zonder een heel klein beetje. Het wordt een mooie dag, denk ik. Ondanks die nachtvorst. En dan komt die zon er een beetje doorheen. Hier op die kale boom. En je ziet ook al de blauwe lucht verschijnen. Dus het wordt, denk ik, hartstikke mooi. Je krijgt wat meer kleur. Alles. Het was net nog heel erg grijzig. Allemaal grijstinten. Kijk. Allemaal van die spinnenwebjes. Heel veel. Ziet er ook heel mooi uit. Ook hier. Het een is nog mooier dan het ander. Het zit hier vol mee. Kijk eens, joh. Nooit gezien. Ja, niet zoveel. Oh, kijk dit eens. Jezus. Ik moet daar een foto van maken. Ja, er zijn toch toch wel wat meer mensen. Ik zat me net toch te bedenken. Er is toch wel wat verandering gaande bij mij. Had ik 2-3 dagen geleden nog een hele neerslachtige dag. Misschien ook van, het is voorbij en ik moet verder. Voel ik nu aan alles dat ik er klaar mee ben. Het is gewoon genoeg. Het is genoeg geweest voor mijn schoenen. Het is genoeg geweest voor mijn voeten. Het is genoeg geweest voor alles in mezelf. Niet negatief, helemaal niet, absoluut niet. Maar het is gewoon klaar. Dit is klaar en de rest van mijn reis die vervolg ik thuis. Maar daar hoef ik niet meer voor te lopen. Dat voel ik, zat ik net over na te denken en dat is nu een heel duidelijk gevoel. Dit is de Wall of Wisdom. Ik ga ze niet allemaal doen, want er staan er heel veel. Little Seeker. Kijk, het staat er helemaal vol mee. Ja. Dit is de laatste. Dit is echt, deze hond die staat nu mij op te wachten. En die denkt er het zijne of het hare van. Kijk, die heeft ook wisdom.
Ja, dit is dag 66. Ik ben minder dan 10 kilometer verwijderd van Santiago de Compostela. 66 dagen geleden ben ik om iets over 8 vertrokken uit de kathedraal in Le Puy-en-Velay. Ja, misschien valt er iets te zeggen. Misschien valt er veel te zeggen. Hola. Misschien Buen Camino. Misschien valt er helemaal niets te zeggen. Er komen een paar fietsers langsrijden. Nou, ik ga zo kijken wat de emoties gaan doen. Ik zeg maar niks. Dit komt even heel hard aan. Dus ik moet meteen alweer loslaten wat ik zelf bedacht had. Ik had bedacht om hier mijn kleren te verbranden. En dan vervolgens naakt in de ocean te gaan. Maar dat mag niet meer. Dit is ook niet echt heel makkelijk om hier eventjes naar beneden te gaan. Dus op de laatste dag moet ik meteen allerlei dingen alweer loslaten. Dus het gewone leven gaat gewoon ook weer door. Je kan je van alles bedenken, maar het gaat toch altijd weer anders. Woke up this morning with my heart on fire. Held on to
Ik was weer benieuwd of je hem uitliep, Martin. Het is weer gelukt, moet ik zeggen. Ja, zeker. Prachtig om te zien, toch steeds weer. Ik weet, Martin, dat je weer met een nieuw project bezig bent. Ja, ik ben al 3 jaar lang volg ik... een Utrechtse film gaat dat worden. Echt Utrechts onderwerp. Kunnen we hier hopelijk vertonen. Ik volg al 3 jaar lang een broer en een zus die een oud vervallen stadshotel hebben gekocht en helemaal gerenoveerd hebben en nieuw leven proberen in te blazen. Dat hotel is trouwens net geopend. Die hebben heel veel problemen gehad met de verbouwing en ook natuurlijk door de corona. Het is een soort, laten we zeggen, het is een soort Chateau Meiland, maar dan anders. Het bijzondere van deze broer en die zus is dat ze allebei hun partner jong hebben verloren. Dus er zit ook nog wel een gelaagdheid in. En de film gaat heten, dat weet ik al, dat mag ik nu vertellen, De Muze van Utrecht. En waarom De Muze van Utrecht? Het hotel gaat heten Muze en het is in Utrecht. En het is een heel bijzonder verhaal, dus ik kijk uit naar wanneer we dit mogen gaan vertonen. En waar ligt Muze, het hotel? Op de Tolsteeg Singel is het. Dus het is vlakbij Louis Hardloper, dus... Het is een beetje kijken of we het daar gaan vertonen, in première laten gaan, of misschien toch in Podium Oost. Maar ik geloof dat de Tolsteeg Singel toch ook nog wel net bij Oost hoort. Dus, ja, dat is zeker waar. Ja. Als zo beschouw ik het zeker ook. Ja, goed. Nou ja, Martin, ik ben heel benieuwd naar het product. Ja. Natuurlijk, Podium Oost biedt je graag opnieuw een podium. Dank je. Als het zover is. Ja. Ik hoop in ieder geval voor dit moment dat jullie thuis genoten hebben van Camino. Laat ons even weten of de uitzending goed is overgekomen. Daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Het is allemaal een beetje wennen voor ons. Dus hopelijk laat het even weten via Podium Oost. En misschien dat we elkaar weer zien op 4 oktober bij de start van het platform. Tot dan.